Vanaf volgend jaar kunnen alle leerlingen in Vlaanderen hun theoretisch rijexamen afleggen op school. Ze krijgen eerst gratis de nodige lessen tijdens de schooluren. 100 leerlingen in Merksem die deelgenomen hebben aan een proefproject hebben vandaag hun examen afgelegd. Helaas hadden ze niet allemaal evenveel succes. Johan van Rooij. Examenstress in de gangen van het Stella Maris Instituut in Merksem. De laatstejaars kregen een unieke kans om tijdens de lesuren gratis een theoretisch rijexamen af te leggen. Een proefproject waar goed 50% van de leerlingen zijn voordeel mee deed. Je hebt geen enkele fout gemaakt, was het zo makkelijk? Gemakkelijk niet, denk ik. Maar ik heb wel goed gestudeerd en proberen te volgen tijdens de les. En ik heb pas mijn theorie van mijn brommer nog gedaan. En dat zit er nog redelijk vers in. We zijn goed geïnformeerd geweest door de rijschool. Dus zij heeft ook veel hints gegeven welke vragen dat ze zeker zouden stellen. Waarop dat we heel goed konden oefenen. Voor wie het niet heeft gehaald, is het toch wel even slikken. Wat is er misgelopen? Weinig uren om te leren en ja, te weinig gestudeerd. Dus ja. Minister van Mobiliteit Kathleen van Bremt gaat het proefproject uitbreiden naar alle secundaire scholen. Al moet correct taalgebruik dan voorrang krijgen. Fiets, suggestie, strook, ja, dat neem je zo gemakkelijk niet in de mond. En voor heel veel mensen is dat een compleet nieuw woord. En zeker naar mensen die, en jongeren die thuis een andere taal spreken, moet er misschien extra inspanningen gedaan worden rond taal. Een duidelijke knipoog naar de rijscholen, die volgend jaar aan 75.000 scholieren verkeersles mogen geven.